In de Tour de France heeft na-titelverdediger Chris Froome ook oud-winnaar Alberto Contador opgegeven. De Spanjaard kwam hard ten val in een afdaling in de Vogesen. Hij liep verwondingen op aan zijn knie en zijn rug. Contador probeerde nog even om terug te komen, maar hij bleek uiteindelijk te zwaar gehavend om verder te rijden. En nu ziet hij andere beelden. Dit is de beelden over het volgende. Dat het oké is. Dankjewel voor dit moment, Paul. Je werd een beetje overstemd door vliegtuigen en NAVO-vliegtuigen misschien? Of, nee, niet. Je bent gewoon bij het vliegtuig. Nee, het geheel niet. Dus oké. Oh jezus, mijn ding is eruit, jongen. Pardon. Het is iedere keer. Is dat... Neemt u me niet kwalijk, begin overnieuw. Ik had mijn microfoon nog niet op. Plak het er maar flink achter, ja. De observatiecamera's in de cel van de verdachte van de moord op Pim Fortuyn worden vervangen door infraroodcamera's. En daardoor kan 's nachts het licht in zijn cel uit. Goedemiddag, dames en heren. Licht! Licht! Hennie begint. Oh, please. Come on, zeg, fuck off. Is dat nou voor een flauwe kul? Om 11 uur 's avonds op TV2. Nee! Ja, zo duurt het wel 10 minuten. Je moet steeds één zin, één regeltje doen. Oh ja, dan kijken, ja. Oh, mijn oorbellen! Pak even mijn oorbellen! Van maandag tot en met vrijdag. Studio NOS. Nee! Goedemiddag. Goedemiddag. Overal werd het proces met spanning gevolgd. Overal werd het... Wat hè? Jongens, in godse... Nou, wat met dat plaatje. Oei, 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 oei. We hadden iets anders in gedachten. Ja. Overal? Waar? Overal werd het proces met spanning gevolgd. Deze Denen gaan wel heel ver voor een kaartje van het Roskilde Festival, een van de grootste muziekevenementen van Europa. Deze naakte hardloopwedstrijd over 7 kilometer is al bijna 20 jaar vaste prik. De snelste man en vrouw winnen elk een kaartje voor het festival van volgend jaar. Bij de mannen wint dit jaar nummer 28 en ook de viering van zijn winst gaat zonder... Meer dan een miljoen, meer dan een miljoen inwoners van Moskou worden gedwongen om te verhuizen. In de stad gaan hele wijken tegen de vlakte, omdat de overheid een groot aantal woonblokken uit de Sovjet-tijd wil slopen. We gaan het gewoon proberen. Excuses hiervoor. Veel bewoners pikken dat niet. Ze hebben hun appartement gekocht en willen zelf bepalen of ze wel of niet verhuizen. Maar in Rusland van Poetin hebben ze geen poot om op te staan. Dit was het RTL Nieuws van 19:30. Ja, onze volgende uitzending is om 11:50. Heel graag tot dan. Fijne avond. En nogmaals excuses. Goedenavond. Ja, morgen. Nog steeds die paraplu, vooral in het midden en het zuiden van het land, maar meenemen. Gaat u naar Frankrijk of Portugal, dan is het daar prachtig weer. Wat zware onweersbuien langs de noordkust van Marokko. Nee, Marokko ligt daar. Wat daar dan ligt, ik weet het altijd, behalve als je live op televisie bent, dan weet je het niet meer. En in de omgeving van Griekenland ook een aantal regen- en onweersbuien. Nou ja, de warmte zit met name in het zuidoosten van Europa. 24 graden maar liefst. Gaat lekker raar, hè? Daar waar ik ook weet hoe dat eiland ligt, maar nu niet. En 13 graden bij ons in de zachte lucht, net als vandaag. En na morgen gaat het dan geleidelijk aan ietsjes afkoelen. En de laatste mistbeelden laten ook zien. Onder de 1000 meter noemen we het mist. En onder de 200 meter mag u uw mistlampen achteraan gaan doen. Of vooraan. Nou ja, gaat lekker vandaag. Voor of achter. We zoeken het voor. Kans op een hele enkele bui. Dan wordt de temperatuur... Je bent niet te horen, hoor ik. Je zender stoort. Ik denk al. Ik zat in mijn. Oh, gezellig. Daar hebben we een oplossing voor. Als jij dit vast. Goed, ja? Dan ga ik hier op de grond liggen. En dan weer gaan doorgaan. Ik lijk niet af. Dit is ook heel merkwaardig, hoor. Maar goed. Storm, ja? Concentreer je, Helga.
krijg er helemaal... Ik ben net zo rood als mijn jasje nu, volgens mij. Goed, het kan dus koud worden vannacht met temperaturen dicht bij het vriespunt, mits het lang genoeg opklaart. Maar de wind geeft nog wat roet in het eten. Wat een woord dit soort dagen. Hé, hey, schat, als jij nou snel... Over. Dankjewel, Helga, met assistent... President Jeltsin heeft... Ah joh, wat is dit nou joh? Schijn nou toch een partijtje uit. Ga weg met je bollenkop. Wat is dat nou toch? Onder hun Parijzenaar Philip Freriks. Philip. Daar heb ik ook naar. Zo te zien. Philip, kun je me horen? Vanuit het raam zie ik nu. Het is heel komisch, maar dit is niet de bedoeling van dit gesprek. Hoor je mij, Philip? De gemiddelde koopprijs van een woning ligt nu rond de 300.084 gulden. Ik kom er niet meer uit. 300.000, nou, laat maar zitten. Bijna 4 ton. Sorry, ik versta u niet. Ik kan het niet helemaal goed verstaan. En het lijkt een beetje alsof we ook in de gunst van de kiezers... Als ik u mag onderbreken, want D66 versta u niet. Krijgt... En de enquêtecommissie heeft eigenlijk de bedoeling om al die theorieën af te strepen... en aan het eind met eentje achter te blijven, namelijk de waarheid. Goed, dankjewel Job Friso, met muzikale begeleiding, zullen we maar zeggen. De omsingeling van het parlement die was aangekondigd, dat is niet doorgegaan. Waarom niet? Het is weer goed. Ik hoor jullie. Goed. Ja, ik hoor jullie. Gerard, fijn dat je ons hoort. We zijn inmiddels in de uitzending. Gerard? Ik ben er weer. Oké. Goedenavond. Minder Tata's zijn vorig jaar gepopt. Het aantal Didisma in Nederland lag vorig jaar met 198 op het laagste peil in 10 jaar. 70% van de slachtoffers was een kil. Ze werden voornamelijk met een pipa omgebracht, terwijl smartjes vaker met een nifi werden gejoekt. 2/3 van de chickies ging Didi in hun eigen osso. Bij de kills ging het om de helft. Het vliegtuig crashte tijdens de landing dicht bij het vliegveld van de stad Birmingham. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Sinds deze maand hebben Duitse ouders wettelijk het recht op een plek voor hun kind in de crash. In de crash, moet ik zeggen. Dirk! Op mijn bureau liggen mijn oorbellen, pak jij die... Zo dadelijk editie NL en wij zijn er weer om 19:30. Graag tot straks. Goeie avond. Als het dat maar goed gaat. Ja, Elko. Oh, I wanted to open up. Oh, sorry. Put inside. Hey, Philip. Ja, heel goed. Ik hoor je. En ik zie... Ja, en ik zie je zelfs. Waarom draait dat ding nu niet? Waarom draait dat ding niet, jongens? Die stoel die draait niet, hè? Die is niet goed. He, god, het is altijd gesodemieter met die stoelen hier. Ah, sorry. Ja, ik wacht maar even wat we gaan doen, want ik weet het ook niet meer, moet ik u eerlijk zeggen. Het Yosemite National Park, een van de drukst bezochte parken van de VS, is nog niet getroffen. Een overzicht uit de kranten dan. Bespreekt de financiële tegenvaller vrijdag in de ministerraad. Opvallend nieuws uit Syrië. Daar hebben opstandelingen... Fortis en ook het al door uzelf uitvoerig toegelichte Royal Bank of Scotland. De nieuwsminuut? Ik zie mezelf alleen niet op... Oh, oké. Okay. Mijn naam is Astrid. Nog een fijne dag. Uh-oh. Moet die nou één knoop meer open of juist niet? Nee. Het was mijn innerlijke moraal die... Ja. Boobies! Nee, even kijken. Maar dan, anders zie je niks van het topje. Ja, precies. Ik heb nog zo'n oranje pak voor als je langs de snelweg werkt. Dat zit je helemaal ingepakt. Ik weet het niet. Zoiets? Mother of God. Ja, if you have it, flaunt it.
En dan krijg ik weer mijn moeder. Ik zie je borsten! En er was licht. Maar het beeld is omgedraaid. Dit is een heerlijk moment. Dat ze dus hun inschrijving klaar hebben. Die dan straks ook mee kunnen fietsen, mee kunnen schaatsen in de hele tocht. En ik denk dat het van groot belang is om ervoor te zorgen dat die mensen volop de gelegenheid krijgen om ook hun tocht te kunnen gaan volbrengen. I knew it. Daarmee zijn we aan het einde van het 8 uur journaal van zaterdag. Van maandag. Ik ben even de datum kwijt. Herman, met het belangrijkste nieuws. Ja, zeker. Het redden van Cyprus gaat ten koste van de aandeelhouders en de grote spaarders bij de Cypriotische banken. Staatssecretaris van Financiën Wekers zegt dat het een dubbeltje op zijn kant was vannacht. Nou, het was heel erg spannend. Het was een dubbeltje op zijn kant. Ja, precies. Dat zei ik er ook al. Kan een vluchteling... Ja, wat doen we nou? Daar zit ik een vraag over te stellen, kom jij binnen? Maar als een permanent circuit dan zoveel veiliger is, waarom hebben we het dan nog lang niet? Er spelen een aantal facetten. De overheid... Al lang niet. Ik vraag nog even iets duidelijk. Vrijwel elke dag valt er neerslag, soms in de vorm van natte sneeuw. Dat was het. Hier gaat Merel Westrik verder. Ja. En daar zijn we weer. Het wordt een laag drukgebied en trouwens ook morgen, want dat lage drukgebied zit ingesloten tussen twee hoge drukgebieden. Daardoor blijft dat lage drukgebied rondtollen en vooral morgen komt er flink wat regen op ons af. Nog steeds een aanvoer vanuit het noordwesten, lage temperaturen en daarbij ook flink wat regen. En fuck, dat wilde ik helemaal niet zeggen, sorry. Wat is uw indruk van de Israëlische premier mevrouw Meir? Lachen. Jullie hebben verstand van geld, hè? Hoezo? Waarom zou ik verstand van geld hebben? Nou, jullie hebben toch al een paar keer gezegd dat spelers eigenlijk te weinig verdienen? Nee, dat heb je. Op dat soort antwoorden geef ik niet eens waar. Je zou een slap gaan houden. Oké, dan vraag ik wat anders. Ik ben nu zat, die gaat nu weg. Vandaag gaat Ajax. Vandaag gaat. Einde interview. Vind je dat een normale vraag? Het gaat toch over de beurs vandaag? Het gaat toch over geld vandaag? Vraag het gaat toch over Ajax? Het gaat toch over geld? Dan ga je normale dingen. Dan ga je niet van die maf krijgen. Rens krijgt de straf naar aanleiding van het opstootje, moet ik zeggen. Aanbaar. Dennis is bij ons in de studio. Dennis, dat waren beelden uit Rotterdam vanmorgen. Mooi. En hier ook wateroverlast. En hoe is het nu? Ja, niet alleen door die zware buienwater. Hier. Nou, druk met alle telefoontjes. Ja, dat is in het loop van de ochtend wel steeds meer geworden hoor. In het begin, we begonnen om 6 uur, was er nog niet zoveel gerinkel. Maar inmiddels is het eigenlijk fulltime bellen geblazen. En bellen geblazen klinkt ook gek. De temperatuur daalt dan tot 14 graden. En vooral in het zuiden van het land wordt het op veel plaatsen nevelig. En mijn telefoon gaat nu. Het volgende NOS-journaal is om 4 uur. Nog een prettige middag. Morgen wordt een prachtige zonnige dag. Gefopt. Loopt de band? Vandaag is het ongeveer 19 graden. Morgen waarschijnlijk iets warmer. Of kouder, zoals u wilt. Nee, warmer. De temperatuurverdeling is heel anders dan vandaag. Het koelt af tot net boven het vriespunt. En dat was het voor nu. Een nieuw internationaal is er. Dag. En ook dit lammetje roept eruit. Het wordt lente. Gaat iemand het licht uit doen? Ja, licht gaat uit.